Kun je muggen inzetten als moordwapen? Dit is de Universiteit van Nederland. Interessante vraag. Kan ik een mug voor mij iets laten doen? En het hele korte antwoord daarop is meteen ja. En ik zal jullie in het komende kwartier gaan uitleggen hoe je dat allemaal zou kunnen doen. Ik heb hier een potje staan. En in dat potje zitten muggen en die kunnen West Nile virus overbrengen. Dat zijn muggen die een virus wat in Oost-Afrika voorkomt, kunnen overbrengen. En wow. Dat ging heel snel. Nou, dat zijn ze dan. Dan kunt u zelf waarnemen hoe dit gaat. In het echt. Goed. Ik stel u meteen gerust. Dit waren mannetjesmuggen, dus die zullen niet gaan bijten. Dat heb ik u in het eerste college uitgelegd, dus geen zorgen. Maar het is interessant, van ik kan die beesten kweken. Hè? Ik kweek deze beesten gewoon in mijn laboratorium in Wageningen. Dus ik kan in principe gewoon heel veel muggen kweken en daar kan ik iets mee gaan doen. Die kan ik inderdaad gewoon hier in de zaal loslaten en dan gewoon hele akelige dingen met jullie gaan doen. Kijk eens in de vlieger. Dat noemen we entomologische oorlogsvoering. Ik gebruik een insect om als wapen in te zetten in de strijd. Dat kan heel makkelijk. Hij houdt zich verscholen in een grot. En ik kom gewoon met een kas met bijen. En ik schud die kas eens even goed door elkaar. Ik maak die beesten heel kwaad. En dan laat ik ze los in die grot. En geheid, hij zal eruit komen. En dat is echt gebeurd. Mensen hebben vroeger dit soort methoden gebruikt. Bijen, om mensen op een gegeven moment uit een hol of een grot te jagen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog, toen experimenteerden de Duitsers met de Colorado-kever. De Colorado-kever is een kever die zeer schadelijk is voor de aardappelplant. Vreet gewoon die plant op. En de Duitsers die waren uitstekend in staat om een grote aantal die Colorado-kevers te kweken. En die hebben echt plannen gehad om gewoon met vliegtuigen naar Engeland te vliegen en dan over de velden in Engeland gewoon Colorado-kevers los te laten, zodat uiteindelijk mensen gewoon honger zouden gaan lijden. Is een prima wapen als je een strijd voert. Het is echt gebeurd. Overigens, dat is misschien leuk om te vertellen, overigens hebben ze een experiment ook ten zuiden van Frankfurt gedaan. Dat is een beetje uit de hand gelopen. En dat was dus de introductie van de Colorado-kever in eigen land, in Duitsland. Dus ze hebben een koekje van eigen deeg gehad. Huisvliegen. Er zijn mensen geweest die hebben geëxperimenteerd met huisvliegen. Onze normale huisvlieg. Die ze in zeer grote aantallen konden kweken. Je gooit vlees neer, je krijgt een hele hoop maden en daar krijg je vliegen uit. En wat je dan doet, is dan laat je gewoon die beesten, die dip je met hun pootjes in bacteriën. Cholera-bacteriën bijvoorbeeld. En die laat je gewoon los. En die gaat naar haar boterham, ze eet de boterham op en ze heeft cholera. Is echt mee geëxperimenteerd. Mensen hebben dit soort dingen gedaan. Vlooien. Je kunt rattenvlooien inzetten voor de pest. Je kunt een rattenvlooi besmetten op een rat die de pestbacterie heeft. En zo kan ik uiteindelijk iedereen laten bijten. En dan krijgt iedereen gewoon de pest en gaat dood. That's it. De meest notoire plek die er geweest is voor dit soort werk, dat was Unit 731. En Unit 731 die stond in Pingfang. En Pingfang is een buitenwijk van de stad Harbin in Mandschoerije in Oost-China. En daar waren de Japanners, mid-dertiger jaren, hebben die daar een fabriek gebouwd, puur en alleen om experimenten te doen met insecten, om mensen te kunnen doden. En dat stond onder de leiding van een meneer Shiroishi. Hier zien we deze meneer. En deze meneer, dat is makkelijk te vergelijken met een Jozef Mengele. Mengele kennen we allemaal, maar Ishii heeft war crimes begaan die nog vele malen erger waren dan wat Mengele ooit gedaan heeft. Hij stuurde Japanners de straat in om kinderen op straat snoepjes te geven met antrax om te kijken wat het effect was. Ishii was ook degene die op een gegeven moment het geniale idee had om een vlooienbom te maken. Hij had kruiken gemaakt, keramische kruiken. En die werden helemaal volgestopt met vlooien die geïnfecteerd waren met de pestbacterie. En dus vlogen de vliegtuigen van de Japanners gewoon boven China en dropten dan die kruiken midden in dorpen
Vlooien gingen naar mensen toe. Uiteindelijk zijn er in experimenten tussen 1937 en 1942 meer dan 600.000 Chinezen gedood door de vlooienbommen van Ishi. Dat weten we niet. Dat is allemaal echt gebeurd. Het was zeer wreed. Hij had gewoon 12.000 mensen uiteindelijk die hij gewoon als proefkonijn heeft gebruikt. Om te besmetten met allerlei ziekteverwekkers. Om te kijken of je daar uiteindelijk oorlog mee kan voeren. Dus het heeft echt allemaal plaatsgevonden. De Amerikanen die leerden daar een lesje van. En ten tijde van de Koude Oorlog heeft de VS uitvoerig onderzoek gedaan naar biologische oorlogsvoering met muggen. En ze hadden daar een hele mooie naam voor. Het was namelijk Operation Big Buzz. Hadden ze daarvoor verzonnen. Dat is echt gebeurd hoor, ik hou jullie niet voor de gek. En op een gegeven moment zijn de Amerikanen bezig geweest om een productiefaciliteit te bouwen voor muggen. Waarbij 100 miljoen muggen per maand gekweekt zouden kunnen worden. 100 miljoen gele koortsmuggen. Die zouden ze dan besmetten met bloed wat geïnfecteerd was met virus. En dat zou je dan gewoon over de vijandelijke gebieden kunnen uitstrooien. Die Amerikanen zijn zelfs zo ver gegaan dat ze in 1951 hebben ze 300.000 muggen losgelaten boven eigen grondgebied. Boven Georgia. Die muggen waren overigens niet geïnfecteerd met virus. Maar men wilde gewoon kijken, als we muggen uit een vliegtuig gooien, overleven die val naar beneden en kunnen die nog steeds mensen bijten. Dat is echt allemaal gebeurd. In 1981 is er een rapport verschenen van het Department of Defense, dus het Amerikaanse leger, waarbij men zelfs berekeningen had gemaakt hoeveel het zou kosten om mensen te kunnen doden met muggen die we zouden hebben losgelaten. En men kwam op een kostprijs van $30 als iedere tweede persoon die gebeten zou worden ook daadwerkelijk ten onder zou gaan aan de beet. Zo zijn we bezig geweest met oorlogsvoering. Die oorlogsvoering gaat nog veel verder terug. En die brengt ons naar een zeer interessante plek. Namelijk hier in Nederland. Het enige voorbeeld van biologische oorlogsvoering, wat wij kennen van voor de 20e eeuw, heeft plaatsgevonden op het eiland Walcheren. Hier in Nederland, in Zeeland. En want wie was daar op dat moment? Daar zat op dat moment Napoleon. En Napoleon zat met zijn vloot in Vlissingen en wilde eigenlijk de oversteek gaan maken over het kanaal heen naar Engeland. En die Engelsen die lieten natuurlijk niet op zich wachten. Dus die dachten van nou, we gaan gewoon nu naar Nederland toe. En we gaan eens eventjes die Napoleon even terugdouwen richting Frankrijk. En het gebeurde tot op 30 juli 1809... komen er 19.000 Britse soldaten aan op het eiland Walcheren. Die gaan daar bivakkeren. En Napoleon die wist natuurlijk niks van malaria. Want in die tijd wisten we nog helemaal niet dat muggen malaria overdragen. Maar Napoleon schijnt wel gezegd te hebben, we moeten de koorts over ze uitstrooien. Hij wist al dat er een relatie lag tussen water, stilstaand water, en een ziekte die je koorts gaf. Dat wist hij wel. Heel clever. Dus wat heeft hij gedaan? Hij heeft delen van Walcheren onder water laten zitten. En die Britten die zaten daar in hun tentjes en die werden gewoon gebeten door onze Nederlandse malariamuggen. En de een na de ander ging ten onder aan malaria. En uiteindelijk was het zo dat begin 1810, dus een aantal maanden later, waren al 4000 Engelse soldaten gesneuveld aan de gevolgen van malaria. Aan het front waren er minder dan 100 gestorven. Het is tot op de dag van vandaag de grootste nederlaag die het Britse leger ooit geleden heeft. Hier in Walcheren in 1809, 1810. De Pontijnse moerassen tussen Rome en Napels geeft het tweede voorbeeld van biologische oorlogsvoering, entomologische oorlogsvoering in de 20e eeuw. En dat gebeurde tijdens de Tweede Wereldoorlog. Wat vond er namelijk plaats? Tussen de jaren 20 en 30 had Mussolini een groot project uitgevoerd, het Bonifica Integrale, noemde hij dat. Dat was gericht op gezondheidszorg, op waterbeheersing en landbouwontwikkeling. In de moerassen tussen Rome en Napels. Die had hij droog laten leggen. En hij was er ontzettend goed in. Ze hadden namelijk pompen ontwikkeld om dat hele gebied mooi netjes droog te pompen de hele tijd. Toen de oorlog begon, waren de Italianen er ontzettend trots op om aan de Duitsers uit te leggen hoe ze dat allemaal voor elkaar hadden gekregen. En toen kwam de grote fout die de Italianen gemaakt hebben. Namelijk in 1943 switchen ze van de Duitse kant naar de kant van de geallieerden. En de Duitsers die waren natuurlijk om te wrikken. Die dachten van, ah, shit, die Engelsen, die Italianen, vreselijk. En het was Himmler die op het
idee kwam van, weet je wat, we gaan die pompen, die gaan we gewoon opblazen. Zodat dat water in die moerassen weer terugkomt. En zo brengen we malaria gewoon weer terug in de Pontijdse moerassen. Sterker nog, er was een entomoloog, iemand zoals ik, Ernst Rodenwald. En die was erachter gekomen dat de Italiaanse malariamuggen bij voorkeur broeden in brak water. Dus die kwam op het idee, weet je wat, we moeten niet al die pompen kapot maken. Laat er nog maar een paar staan, maar dan draaien we de pompen om. We pompen zeewater de moerassen in, zodat die muggen beter kunnen gedijen. In 1939, vlak voordat de oorlog uitbrak, waren er 614 gevallen van malaria in de Pontijnse moerassen. Net nadat die pompen waren vernietigd, waren er al 56.000 slachtoffers. Mega, de impact van zoiets simpels. Kunnen we dan ook iets anders doen met die mug? Kunnen we die mug ook op een manier inzetten dat die wel iets goeds voor ons doet? En dat kan namelijk ook. Je kunt namelijk die mug gebruiken als vliegende injectienaald. Waarom? Als die mug namelijk jou bijt, dat hebben we laten zien, hij gaat door je huid heen en hij injecteert een beetje spuug. Dus als ik in dat spuug iets kan stoppen wat goed voor jou is, dan kan ik die mug gewoon gebruiken als injectienaald. Vaccineren. We kunnen misschien mensen vaccineren door muggen genetisch zo te veranderen dat ze jou op een gegeven moment gewoon een antigen geven waar je antilichamen tegen oproept en dan word je eigenlijk gevaccineerd. Dat klinkt natuurlijk te bizar voor woorden, maar er zijn patenten die daarover gaan. Gaan we dat echt ooit doen? Gaan we echt ooit muggen loslaten die mensen gaan vaccineren, zodat we niet meer naar de GGD hoeven voor spuitjes? Nee, dat gaat niet gebeuren. Waarom? Twee redenen. A, de ene krijgt heel veel beter en de ander nauwelijks. Dus jij krijgt veel meer antigen dan hij. En daardoor is de vaccinatiehoeveelheid niet voldoende. En twee, hebben wij nou eenmaal wereldwijd afgesproken dat ik niemand mag vaccineren zonder dat hij of zij mij de toestemming daartoe geeft. En u begrijpt, als ik muggen loslaat, ja, die muggen gaan niet zeggen, vind je het goed? Dat gaat dus gewoon niet gebeuren. Dus daardoor zal het idee, al is het nog zo vernuftig, zal het nooit echt gaan plaatsvinden. We hebben echter de mug wel ingezet bij het genezen van mensen. Dat klinkt ook al wel heel bizar, maar er is zelfs een Nobelprijs in de geneeskunde voor vergeven, in 1927, aan een zekere meneer Julius Wagner Jaurek. Hele serieuze man, als je me zo ziet. Toch? Hele serieuze man. En die Julius Wagner, dat was een Oostenrijkse arts, en die werkte met syfilispatiënten. Seksueel overdraagbare aandoeningen. Syfilis. En wat had hij op een gegeven moment gezien? Hij zag dat als mensen een hoge koorts kregen, een flinke griep, dat dan in één keer die hele syfilisbacterie, die spirogeet, dat die kreeg ze flink op zijn donder. Dus hij was aan het spelen met het idee om koorts te gebruiken om mensen te genezen van syfilis. En die Julius die kwam op een gegeven moment op het geniale idee om te denken van, weet je wat, die malariamuggen, die kan ik natuurlijk gebruiken om iemand te infecteren. Die persoon krijgt een hele hoge koorts. Dan gaat die syfilis weer omlaag. En als ik zo door die koortspieken heen loop, wat we net hebben laten zien, een paar dagen voel je je goed, dan krijg je een hoge koorts. Misschien kan ik uiteindelijk gewoon die hele syfilis onder controle krijgen. En dat heeft hij gedaan. En dat is ook hier in Nederland toegepast. Wij hebben syfilispatiënten gewoon behandeld door zo'n kooitje gewoon met malariamuggen op iemand zijn dij te zetten. Die mensen die infecteerden we bewust met malariaparasieten. Die werden heel erg ziek van die malaria. Dan waren ze van hun syfilis af en daarna kregen ze quinine om van de malaria af te komen en waren ze weer helemaal gezond. Ongelooflijk. Maar dat hebben we echt gedaan. Dus een mug als moordwapen. Kunnen wij inderdaad een mug inzetten als moordwapen? En het antwoord daarop is ja. Ik kan nog verder gaan dan dat. Wij zijn er in het lab inmiddels al in geslaagd om muggen te trainen op een bepaalde geur. Ik kan insecten, bijvoorbeeld sluipwespen, kan ik trainen op Chanel nummer 5. Of op chocoladegeuren, of op rozengeuren. Ik kan dus insecten trainen op een bepaalde geur. Dat betekent, als ik zijn t-shirt neem, zou ik daar in principe ook muggen op kunnen trainen. Dus ik laat een mug uiteindelijk los in deze kamer. En die mug die gaat gewoon op zoek, niet naar iemand van jullie, maar die gaat op zoek naar hem. Dat klinkt heel futuristisch, maar dat zou in principe kunnen. Sterker nog, we kunnen ook virussen experimenteel injecteren in de speekselklieren van die mug. Dat betekent dat ik niet alleen een mug loslaat die hem gaat bijten, sorry. Maar ook nog eens een keer dat ik een virus, een dodelijk virus, in die mug kan stoppen, wat hem uiteindelijk zal neerleggen.
Lijkt heel futuristisch, maar is wel degelijk mogelijk. Maar we gaan nog verder. Terrorisme. Gelukkig is het nog niet zover. Maar het is niet zo moeilijk om op een gegeven moment muggeneitjes, die heel klein zijn, die neem ik gewoon mee in mijn broekzak uit de tropen. En in die eitjes, daar kunnen al dodelijke virussen zitten. En ik kom aan in Nederland en in zijn woonplaats laat ik gewoon die beesten in het water los. Moedermuggen kunnen virussen doorgeven aan hun nageslacht. En dat nageslacht in die eitjes, als dat uitkomt en ze bijten een persoon, kunnen ze de ziekte alweer overbrengen. Dus terrorisme met behulp van insecten is iets waar we ons tegen moeten wapenen. Dus, waar kunnen we maar beter voor zorgen? We kunnen er maar beter voor zorgen dat we gewoon helemaal van die ziekte afkomen, want dan kan ook niemand ze tegen ons inzetten en gebruiken. En de vraag is natuurlijk, kunnen we malaria, die grote killerziekte, kunnen we die daadwerkelijk wereldwijd gaan uitroeien? Interessante vraag, en daar gaan we het morgen over hebben. Dankjewel.